Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik ga het vandaag hebben met jullie over de toekomst van de digitale connectiviteit. En voordat ik daaraan ga beginnen, zou ik eerst eventjes willen ingaan op het onderwerp kapotte links. Zoals je kan zien heb ik hier een voorbeeldje van een kapotte link, hè, om aan te tonen wat dat nu juist is. Dat is eigenlijk een linkje dat wijst naar een artikel uit de Standaard. Ik ben dat linkje tegengekomen in een van de uitgaven die wij hebben opgemaakt hier bij Crius. En dit linkje stond als bronvermelding. Als ik op dat linkje klik, gaan jullie dat niet meteen zien, maar ik kan dat zo wel laten zien, dan zie je dat dat inderdaad een artikel is dat niet meer beschikbaar is bij de Standaard, maar wel als bronvermelding stond gedrukt in het boek waar er iets over gezegd werd. Eventjes die terug weghalen. Voilà. Dat is dus hetgeen waar ik het vandaag over wil hebben. En daarom zou ik eerst even met de vraag willen starten of dat een probleem is dat jullie herkennen. Komt dat bij jullie vaak voor? Ik zie al verschillende mensen ja knikken. Ja, komt vaak voor. Zijn er momenteel manieren waarop jullie daarmee omgaan, die jullie proberen om daarmee om te gaan? Wetenschappelijke artikel. Ja, inderdaad. Ja, ik hoor hier Rob zeggen, bij wetenschappelijke artikelen gebruiken wij de DOI. Maar natuurlijk, dan heb je nog geen oplossing voor externe links. Ik zie niet direct iemand die daar al een... Wij hebben een oplossing, een script die links checkt. Ah ja, oké. Okay. Ja. Okay. Dat is iets dat je manueel moet laten lopen over je content? Of? Eén keer per week. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Dat is goed om te weten. Het geeft al meteen een beeld over het probleem dat er is en dat er wel oplossingen voor zijn, maar dat nog niet iedereen de juiste oplossing voor zijn content heeft gevonden. En dat vonden wij wel interessant bij Crius, dus daarom zijn wij gestart met een onderzoek. En dat onderzoek, die analyse hebben wij gedaan op de boeken die wij hebben opgemaakt. We zijn eventjes gaan kijken naar 300 boeken die bij ons opgemaakt zijn en daarin stonden 8160 links. En als je dan gaat kijken naar welke links daarvan nog werken, dan zie je dat bij algemene uitgaven daarvan 12% links stuk waren die erin stonden. Bij educatieve uitgaven dat ging over 21% links die stuk waren. En bij vak- en wetenschappelijke uitgaven ook 21% links. En dat vonden wij toch een heel opvallend resultaat. Want wat wil dat zeggen? Hoe dat je links ook gebruikt in je content, als je verwijst naar een externe bron, dan gaat vroeg of laat, alleen gaat niet sowieso stuk, maar bestaat de kans wel dat die bron stuk gaat. Dus dat die link eigenlijk stuk gaat. Dat noemen ze in het Engels link rot. Link rot wordt eigenlijk veroorzaakt door verschillende zaken. Je kan het lijstje hierin staan op de presentatie. Het kan zijn dat een volledig domein verloopt. Dat wil zeggen eigenlijk alle linkjes die van dat domein gelinkt zijn, die niet meer werken in je uitgave. Dat een URL gewoon niet meer beschikbaar is. De inhoud van je pagina waar je naar verwijst verwijderd is of verplaatst, gebeurt ook. Of dat er gewoon typfouten gebeuren tijdens het ingeven van de URL bij het verwijzen vanuit de content naar de externe bron. Natuurlijk, ik heb nu het probleem een beetje geschetst en ik wil natuurlijk ook wat meer uitleg geven over de oplossing die wij daarvoor bedacht hebben. Want wij merken bij Crius ook dat dit probleem groter is dan sommige uitgeverijen zelf beseffen. En dat het wel belangrijk is dat de kwaliteit van je content gegarandeerd blijft. En wij zijn gaan nadenken over een online platform dat we daarvoor kunnen aanbieden, dat twee heel belangrijke features aanbiedt. De eerste feature is de mogelijkheid om die links te kunnen aanpassen zonder dat je aan je content moet komen. Dus met andere woorden, een gedrukt boek, je hebt daar een verwijzing in gemaakt. Wij gaan ervoor zorgen met Hopper dat je die verwijzing niet meer moet aanpassen, maar dat je achterliggend in ons systeem iets kan aanpassen waardoor dat die link wel blijft werken. Tweede feature die wij willen aanbieden is eeuwig levende links door automatische controle. En dat is iets waar we heel fel willen op inzetten. Dat is eigenlijk de links die je gebruikt of die je in ons online systeem plaatst, dat die automatisch gecontroleerd worden. Zijn die nog bereikbaar of zijn die niet bereikbaar? Zodanig dat het meteen opvalt welke links dat je moet gaan nakijken en moet gaan controleren.
Hoe gaan we dat nu doen? Dat is de grote vraag. En dat wil ik heel graag aan jullie uitleggen, maar ik zou dat graag doen aan de hand van een voorbeeldje. Ik weet niet of er iemand hier op de voorste rij een gsm heeft om eventjes de QR-code hier te scannen. Zou u dat willen doen, meneer? Lukt dat vandaar? En let ook op de link die er dan open gaat, als je wilt. Ja, dus hij is eigenlijk uitgekomen op een pagina van Criusgroep, maar is dat een pagina waar inhoud op staat? Ja. En wat staat daar? De website maakt mij voor cookies. Oké, ja. Ik begrijp het. Ja. Ik even doorheen denk. Ja. Lost in translation. Ja, dus hij komt eigenlijk op een foutpagina van Crius terecht. Waarom? Omdat eigenlijk deze QR-code naar een link wijst. Naar een targetlink wijst die op dit moment niet bereikbaar is. Ik ga nu een aanpassing maken. Als ik mijn cursor terugvind tenminste. Voilà. Voilà. Even geduld. Ja. En nu zou ik terug aan u willen vragen om die QR-code opnieuw te scannen. Opnieuw te scannen? Ja. En let ook op de link die je ziet verschijnen als je scant en waar hij jou naartoe wijst. 35 jaar Criusgroep. Ja, dus hij heeft dezelfde QR-code gescand, maar toch komt hij twee keer op een andere plaats uit. Hoe komt dat? Wel, dat wil ik jullie eigenlijk graag uitleggen aan de hand van de volgende slide, want dat gaat gemakkelijker zijn. Wat heb ik daarnet gedaan? Eigenlijk wat dat wij maken in Hopper zijn permanente links of hopperlinks. Dat zijn links die er zoals die link daar uitzien. Dat is eigenlijk een domein met daarachter een unieke ID. Die unieke ID of die hopperlink wordt, kan je eigenlijk gebruiken in je content. Je kan die plaatsen achter je QR-code, achter een woord of waar je ook wilt. Die link gebruik je in je content. Wat doen wij in Hopper? Wij zorgen dat bij die hopperlink, eigenlijk je targetlink of de link waar je naar wilt verwijzen, dat die mee opgeslagen is. En dat maakt dat wanneer jij die link in je content zet, dus de hopperlink in je content zet, dat je eigenlijk die targetlink waar dat er naar doorverwezen wordt, telkens dat die unieke link aangeklikt wordt, dat je eigenlijk achteraf zoveel als je wilt kan beslissen waar je naar doorverwezen wordt. En dat noemen we eigenlijk dat is eigenlijk wat er gebeurt, een redirect noemen ze dat, van hopperlink naar targetlink of van permanente link naar targetlink. En dat is wat ik daarnet eigenlijk getoond heb. Ja? Ik zou dat ook heel graag eventjes tonen in onze applicatie. Daarom dat ik eventjes Hopper erbij neem. Voilà. Voordat ik verder inga, het is eigenlijk mooier als ik het zo toon. Voilà. Voordat ik er verder op inga op die redirect, laat ik eventjes de applicatie ook even zien. Dus als je bij Hopper aanmeldt, dan kom je op een dashboard terecht, zoals je hier kan zien. Hè. De kleuren vallen wel jammer genoeg een klein beetje weg door de presentatie, maar het schept wel een beeld, denk ik. En wat geeft dat dashboard nu weer? Ik denk het belangrijkste waar ik even wil op wijzen is dat je meteen een beeld krijgt van hoeveel links zijn er nu effectief stuk van de links die ik heb opgeslagen in Hopper en die ik wil gaan beheren. Je ziet meteen 2,7% kapotte links en dat zijn 11 links van de 408 die ik heb aangemaakt. Als je dan verder wilt gaan kijken naar welke links zijn dat nu, hè, over welke links gaat dat, dan kan je naar je linkoverzicht gaan en dat is deze pagina. Het is een beetje bij elkaar gedrukt. Ik zou een beetje kunnen uitzoomen, zodat je het beter kan zien. Voilà, dat is beter. En je ziet, hier staat heel het overzicht van de links die ik heb aangemaakt. Als ik daar even wil op gaan zoeken en ik denk, ik wil eigenlijk alle linkjes die, van SchoolTV die ik heb bewaard, dan kan je daar gemakkelijk op zoeken. Je kan ook gaan doorfilteren. Als je zegt, ik wil alles wat te maken heeft met psychologie, dan kan je aan de hand van de tags die je op die links hebt gehangen, heel gemakkelijk de samenvatting van de links die je nodig hebt terugvinden. Dat is eventjes hoe dat Hopper eruit ziet. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag nog eens teruggaan naar dat voorbeeld waarmee ik de sessie ben begonnen. Dat artikel van de Standaard, dat stuk was. Ja? Dus ik ga daar even op zoeken.
Dat artikel van de Standaard, dat stuk was, dat heeft inderdaad ook hier een uitroeptekentje, het rode bubbel met een 500 in. Dit is eigenlijk de status van de validatie die wij automatisch doen. Dus alle links die in jouw hopper zitten, die worden automatisch gevalideerd en je krijgt daar eigenlijk ook een overzicht van deze links zijn stuk en heel duidelijk weergegeven, hier moet je naar kijken naar deze link. Als je naar die link gaat kijken, ik ga die meteen ook bewerken, dan kan ik meteen ook tonen wat dat er gebeurt als ik die aanpas. Dan zie je dat hier ook weer die permalink wordt getoond, of die hopperlink. En dat je hier eigenlijk je target URL hebt, of de link waar ik naar verwijs. Wat is er nu gebeurd bij de bronvermelding van dit artikel in de uitgave waar ik het over had? Men heeft daar eigenlijk de verkeerde link geplaatst. Want als ik naar die link ga kijken, kan je daar vanachter een heel stuk gaan verwijderen en terug opslaan. En als ik dan even terug naar die link ga kijken, dan kan ik die ook eventjes nu op dit moment gaan valideren. En dan zie je dat ik terug een valide link heb. We gaan eens checken of dat klopt. Ik neem mijn permanente link, mijn hopperlink, en ik ga die in de browser plakken en kijken wat er gebeurt. Dus je ziet die hopperlink die wijst door naar het artikel of de targetlink die ik heb opgeslagen. En ik kom nu uiteindelijk toch bij het juiste artikel terecht, omdat ik die target URL heb aangepast. Dus ik heb de hopperlink in de browser geplakt. Dat is de link die je gaat gebruiken in de content, aan de hand van een QR-code of eender wat. En als je die gebruikt, kan je eigenlijk achterliggend gaan aanpassen naar waar die doorverwijst. Op deze pagina. Was die oorspronkelijke link naar de Standaard ja. niet valide? Ja, die was niet valide. Dus dat had je ook zonder hopper kunnen doen als je daar de juiste link van had gegeven? Ja, tuurlijk, er is een fout. Ja, dus ja. Ik heb de link die ik toonde bij het begin van de uitleg, die stond in een uitgave. Dus ik was in een uitgave die wij hebben opgemaakt. Gaan kijken naar welke links staan hier allemaal in. Daar stond een artikeltje. En de bronvermelding van de link die daar stond, was eigenlijk de link die ik initieel hier had ingegeven. En daarom dat ik dat als voorbeeldje heb genomen. Maar het was effectief een link die stuk was, maar die potentieel ooit heeft gewerkt, of die door de auteur of de editor verkeerd in de content bij de bronvermelding is geplaatst. Maar dan moet je dus wel weten, in dit geval, wat je ervan af moet halen. Ja. En hoe heb ik dat gevonden? Ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar welk artikel. Ik had gegevens over het artikel. Ik ben op zoek gegaan naar waar staat dat artikel? Kan ik dat terugvinden? Wat moet dat zijn? Eigenlijk hetgeen dat je zou doen als je aan linkmanagement doet. Oei, mijn link is stuk. Hoe kan ik dat hier oplossen? Is er nog ergens iets van dat artikel of iets anders interessant waar ik bij deze content naar kan verwijzen. Dan kan je dat gemakkelijk vervangen. En dat is eigenlijk wat ik nu toon dat ik heb gedaan. Ik heb me eigenlijk in de plaats van een linkmanager geplaatst, of eventjes getoond wat een linkmanager zou doen. En als die pagina gewoon helemaal niet meer te vinden is, dat artikel? Dan heb je de keuze. Dan kan je op zoek gaan naar iets anders. Dat hoort bij de content waar dat je die je gedrukt hebt of waar dat die link geplaatst is. Of je hebt de keuze om zelf te kiezen. Als uitgeverij willen wij een mooie pagina waar naar verwezen wordt, waar dat staat. Sorry, op dit moment is die content niet aanwezig. Ja. Dus dan kan je perfect ook de targetlink daarvoor vervangen. En wat doe je? Kijk, soms schrijven mensen echt de hele link in hun tekst. Hè? Ja. En als die dan niet meer klopt en je legt daar een andere onder, dan klopt je de tekst in de target niet meer. Kijk, als je sowieso een woordje genomen hebt voor een artikel in de Standaard, dan maakt het niet uit welke link daaronder ligt. Maar als je daar echt de hele URL had ingeschreven, wat sommige mensen doen, ja. En hij springt dan wel naar een andere URL, dat is best wel verwarrend. Hè? Ja, maar Hopper houdt daar rekening mee. Dus als jij een link gebruikt die al een redirect doet, hè, Hopper gaat eigenlijk 5 redirects volgen. Dus stel, je maakt een hopperlink aan, je plaatst een hopperlink in de content, de targetlink die je hebt gebruikt, die gaat ook nog eens doorverwijzen naar ergens anders. De validatie gaat eigenlijk hoppen van de verschillende links naar de volgende link en dat doet hij 5 keer. Dus hij gaat 5 keer de redirect volgen om te kijken, werkt deze link nog of niet.
Of is dat niet uw vraag? Nee, mijn vraag was meer, wat doe je in je content? Als in je content iemand donker wordt die URL geschreven heeft. Dat kan je niet oplossen. Dus het is eigenlijk verstandiger om dan te gaan vervangen door een hopperlink. Digitaal kan je dat nog altijd doen, als die uitgave al bestaat. Maar bij een gedrukt boek kan je dat nu niet meer oplossen. Dan is het eigenlijk zaak van bij een herdruk of een bijkomende uitgave die gaan te vervangen door permanente links. Nog heel even over deze pagina, maar niet veel meer. Ik wou nog even tonen dat wij inderdaad hier die validatiestatus opnieuw weergeven. Dus dat je dat hier bij elke link kan checken. En hier heb ik eigenlijk ook mijn QR-codes aangemaakt. Je vindt hier een preview en je kan die ook per link gaan downloaden in verschillende formaten. Die wordt standaard aangemaakt? Die wordt standaard aangemaakt, ja. Oké, eventjes. Ik heb toch nog een vraag, sorry. Ja? Ja, ja, dat blijft dezelfde QR-code. Hè? Dus die QR-code moet verwijzen naar je hopperlink. Dat blijft één QR-code, één hopperlink. Die QR-code kan je op heel veel verschillende plaatsen in je boek plaatsen, maar die verwijst wel naar de targetlink die je zoveel kan aanpassen als je wil. Dus op alle plaatsen waar diezelfde QR-code gebruikt is, gaat eigenlijk dezelfde verwijzing naar dezelfde uiteindelijke link gebeuren. Je kan die dus hergebruiken zoveel als je wilt. Deze eventjes terug weghalen. Dan wil ik nog graag even uitleggen waarom dat wij Hopper zo hard aanraden of waarom dat wij denken dat wij uniek zijn met Hopper. Want jullie weten allemaal dat er wel wat zelfde of gelijkaardige applicaties in de markt zijn, zoals bijvoorbeeld een Bitly waar je korte links mee kan maken. Bij Hopper kiezen wij echt op de focus, om de focus te leggen op de lange termijn kwaliteit. Daarmee willen we zeggen, die automatische validatie, het checken van die links, dat zorgt ervoor dat je proactief kan gaan werken op welke links zijn er stuk, welke moet ik aanpassen en dat je eigenlijk een duidelijk beeld hebt waar dat je dat werk moet verrichten. En op die manier willen wij echt focussen op die lange termijn kwaliteit, omdat we weten dat de kwaliteit van de content echt heel belangrijk is. En ten tweede, wij denken dat als partij, als Crius zijnde, 35 jaar ervaring in het samenwerken met uitgevers, dat wij eigenlijk wel een goede partij zijn om te gaan kijken naar de integratie in die contentcreatieprocessen en die publicatieprocessen. Dat wil dus zeggen, ik heb daar net er niets over gezegd, maar in Hopper kan je links aanmaken manueel. Je hebt daar twee knoppen waar je gemakkelijk één link kan aanmaken. Maar wij bieden ook de mogelijkheid om dat via een API te doen. Een API is eigenlijk een connectie tussen Hopper en jouw content management systeem. Dat maakt dus dat als je een integratieproject doet, waarbij dat je eigenlijk die link gaat leggen tussen Hopper en jouw applicatie, dat je eigenlijk vanuit het CMS, het content management systeem, meteen die Hopper-links kan gaan aanmaken zonder dat je in Hopper zelf moet aanmelden. Dus je kan dat eigenlijk vanuit het platform waar de content wordt aangemaakt. En daar willen wij echt op inzetten. Dan kom ik aan het einde van mijn presentatie. Dus dan wil ik jullie heel graag danken voor de aandacht en de goede vragen. Ik weet niet of er verder nog vragen zijn. Zijn er nog mensen die graag iets willen weten? Sorry. Ja, nee, dat is geen probleem. Je had het net over integratie. Is dat de bedoeling met in Alex te integreren op een andere manier? Nee, in Alex maken wij nu gebruik van de permalink. Dus daar is een bestaande oplossing om met permanente links te werken. En het is niet de bedoeling om Hopper in Alex te gaan integreren. Er is bewust gekozen om Hopper als losstaande applicatie te bouwen, met de bedoeling om ook klanten te kunnen helpen die een ander content management systeem gebruiken. Ja? Dus als klant kan je ook het systeem op zich, kan je ook het dashboard op zich gebruiken? Ja. Niet per se verbonden te zijn aan het is niet een dienst die jullie alleen binnen het productie van boeken. Nee, nee, nee. Dus je zou ook, als je niet kiest voor een integratie, kan je ook van Hopper gebruik maken als losstaande applicatie. Dus als je zegt, wij hebben een CMS, wij willen die integratie eigenlijk niet doen, maar wij zijn wel echt op zoek naar een tool die validatie heel goed doet, die heel goed toont welke links zijn er stuk en wij willen die van daaruit beheren, dan kan dat perfect ook. Ja.
scherm zag je op een gegeven moment tag staan bij die links. Ja. Dat is metadata op de link. Dat is metadata op de links, ja. Dat is metadata op de link en die kan je gaan meegeven via de API of dat kan je via de UI doen. Ja. Dus nu heb ik het getoond in de UI, in de applicatie zelf. Maar als je dat integratieproject doet, dan kan je die tekst ook meegeven vanuit jouw CMS. Ja. Ja. Ja, dat wordt altijd een hopperlink. Ja. Dus ik neem aan, we hebben laatst een focusgroep gehad om ook eens te kijken of dat het interessant zou zijn om een Word-plugin te bouwen. Met andere woorden, als mensen niet vanuit een CMS, maar vanuit een Word-file werken, kunnen we er dan voor zorgen dat links die in die content worden aangebracht, dat die ook automatisch in Hopper terechtkomen. En toen kwam ook de vraag, als je op het einde een bronvermelding wilt maken van alle links die gebruikt zijn, dan was daar ook discussie over, ja, maar dan willen wij wel echt de bron tonen. En dan werd die discussie ook geleid, die links kunnen wij niet opvangen, maar het blijft wel je bron. Ook al bestaat die link niet meer, het is wel je bron geweest. Dus het is wel correct om die dan voluit te vermelden, maar dat kunnen we niet opvangen. Als je die volledig in je content drukt, dat zijn links die we niet kunnen opvangen met Hopper. Ja. Nee, op dit moment doen we dat nog niet, met suggesties werken. Dat is wel iets waar dat we over nagedacht hebben. En dat staat wel ergens in een lijstje van dingen die we ooit willen doen. Maar op dit moment zit dat nog niet in Hopper. Excuseer? Ja, hij geeft alleen aan of dat de link niet meer werkt. Dus als er een probleem is, als er een link is waar je moet naar kijken, maar je moet zelf wel op zoek gaan naar welke link moet het dan zijn of hebben we een vervangende link of niet. Willen we doorverwijzen naar een foutpagina of gaan we die link weghalen uit de content? Zijn er nog vragen? Nee? Oké, dan dank ik jullie allemaal voor je aandacht. Moesten jullie interesse hebben in de download van de PowerPoint, kan ook, dan mag je mij altijd contacteren op lien.vanlooy@crisisgroep.com. En ook, moest je interesse hebben voor een integratieproject of is gewoon een demo met een breder publiek van jouw bedrijf, absoluut ook mogelijk, je mag mij altijd contacteren. Oké? Dank u wel allemaal. Dank u wel.